eigenlijk maken we een simulatie van wat in de toekomst in de Brouwersdam gaat gebeuren. Daar komt de grote getijdencentrale. En die bootsen we nu al op kleine schaal na. Ja, en voor ons is het natuurlijk fantastisch om hierop aan te haken. Want dit geeft ons in de praktijk heel veel data en informatie van hoe werkt dat dan. Wat voor ons ook heel belangrijk is, is niet alleen de technische zaak, maar ook dat we hele goede opleidingen hebben. Dus wij zijn niet alleen geïnteresseerd in de techniek van de opstelling, maar ook gewoon in de kwaliteit van de opleiding en de inhoud van de opleiding. En daar willen wij ook heel graag aan bijdragen. Hè? Dus in die zin is het onderzoek is niet een commerciële opdracht of zo. Het is veel meer de ontwikkeling van mensen en van techniek die hand in hand gaan. De overheid heeft naar mijn mening twee hele belangrijke opdrachten te vullen. Eén is het bij elkaar brengen van mensen. Hè? Dus toch het netwerk gebruiken, het netwerk uitbreiden. En de andere is, de overheid moet ook niet alleen de problemen van vandaag en gisteren oplossen, maar juist verder voorop in de ontwikkelingen leiden. En daar komen weer vraagstukken uit voort, die juist zeg maar, via zo'n platform of via zo'n bijeenkomst zoals deze, die je weer verder uit kunt ontwikkelen. En daar kun je natuurlijk je maatschappelijke partners heel goed bij gebruiken. Nou ja, we zien ook hier in Zeeland ook, bijvoorbeeld via Impuls Zeeland, ook heel veel partijen ook bij elkaar brengt. En daar ook een belangrijke faciliterende rol in speelt. Op die manier zijn al heel wat onderzoeken ook gestart en ook ondersteund. Dus dat juich ik alleen maar toe. Ja. Kampione is een van de smart industry projecten en heeft in Rijen, waar we nu zijn, een field lab. Ik denk dat je er allebei voordeel uit moet behalen. Kijk, wij doen dit omdat we een bepaalde behoefte hebben vanuit ons bedrijf. Aan de andere kant doet Avans, waar we hiermee samenwerken, dit omdat ze graag de verbinding met het bedrijfsleven hebben en de studenten graag blootstellen aan een bedrijf wat in de echte wereld met echte problemen te maken krijgt. Als je niet richting studenten, maar de studenten ook niet richting het bedrijf, een bepaald enthousiasme uitstraalt, dan ga je hier geen succes van maken. Dan ga je de energie er niet in steken. Dan ga je er ook niet uithalen wat er uit te halen valt. Ik denk iedere onderneming die behoefte heeft om zich voor te bereiden op de toekomst en zeg maar, zichzelf uitgedaagd wil zien door nieuwe ideeën, nieuwe vragen, nieuwe inzichtingen van buitenaf, dat dit daar een hele goede manier voor is. En dat het echt je helpt om je onderneming om op een snellere en een makkelijkere manier verder te komen. Jan Sovenier zou niet kunnen bestaan zonder studenten. Studenten brengen vaak hele nieuwe energie met zich mee, vaak ook nieuwe inzichten. De studenten van nu zijn wellicht onze klanten van de toekomst. Dus als we weten hoe dat ze werken, denken en voelen, kunnen we daar in de toekomst ook als bedrijf op inspelen. Het zal een kleine 10 jaar geleden zijn dat we als hoveniersbedrijf zagen dat het de inhoud van de opleiding eigenlijk per jaar achteruit ging. Nou, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je tegenaan schoppen en boos zijn. Of je kunt de schouders onder zetten. Heeft geresulteerd dat we een aantal jaren geleden een sectoradviescommissie zijn gestart bij Prinsentuin College. En er ontstaan hele mooie dingen. Er zit school daar aan tafel. Er zitten een aantal hoveniersbedrijven aan tafel. Maar we hebben ook gezegd, we willen ook graag de studenten bij tafel hebben. Dus een aantal studenten vertegenwoordigen de klasse. Zodat we ook de input van de student, hoe ervaart die student het nu om die lesstof op die manier te krijgen? En wat kunnen we dan als bedrijf daar een steentje aan bijdragen? Internet of Things is natuurlijk een breed begrip. Het belangrijkste om daarin te onthouden is, wat doe je met je data? Data genereren is niet moeilijk. Alleen het slim inzetten van die data, dat is waar we ons op focussen. Voor veel bedrijven is het nieuw. Dus wij zoeken echt studenten die ons kunnen helpen met het opzetten van een proef voor een bedrijf. De voordelen van Industrie 4.0 zijn voornamelijk dat je je bedrijfsprocessen beter kunt managen. Ze worden beter inzichtelijk en daarmee kun je vaak kosten besparen. Als je kijkt naar 1952, de Efteling geopend is, met 10 sprookjes, tot waar we nu staan, met de nieuwste attractie Symbolica. Dan zit er een wereld van verschil tussen de techniek van toen en de techniek van nu. En wat essentieel is, is niet de digitalisering op zich, dat is een middel. Als je dat goed in de gaten houdt, dan is ook digitalisering een onderdeel van een beleving wat beter kan worden, maar geen doel op zich.
We hebben in de Efteling op dit moment 3000 mensen werken. En van die 3000 mensen zijn er heel veel studenten bij. En er zijn hele goede mensen bij die passie, bevlogenheid hebben voor de Efteling of voor het vak beleving. En als je dat over jonge mensen hebt en studenten, hebben we ook met de BUAS de Efteling Academy opgezet, waarin we samen met de NATV zoeken naar Minor Imagineering. Waar dus een aantal studenten een opdracht krijgen van ons dat ze iets moeten bedenken en maken. Wat daadwerkelijk in het park komt. 2 jaar geleden hebben we die opdracht ook gegeven aan studenten. Goede studenten van de NATV, samen met de Fontes. Die gingen samen de Minor Imagineering doen. En met elkaar de opdracht hadden om een entertainment act te gaan maken. 14 studenten hebben voor elkaar gekregen dat de act, Joki en Jet is dat, staat nog steeds in het park en is door hun gedaan, door hun verzonnen, door hun begroot, door hun gemaakt. Iets mooiers dan een leerproces kun je toch niet hebben als dat. En wij zijn er tevreden. En wat het belangrijkste is, de bezoeker geeft die act een 8,7. Nou, wat wil je er meer?